Ik loop hier door de winkelstraat van Ermelo. Deze week staat het thema duurzaam winkelen centraal, dus laat je duurzaam verrassen. Je kunt terecht bij allerlei ondernemers voor duurzame acties en aanbiedingen. Zoals hier, hier en hier. Zo, ik begrijp dat ik hier tijdens de week van duurzaamheid mijn oude sportschoenen kan inleveren. Dat klopt. En de sportschoenen worden dan gerecycled tot soort kleine bolletjes over de kunstgrasvelden, maar ook nog diverse andere toepassingen. Kijk, dat klinkt goed. Ja. Dat gaan we zeker doen. Je wilt tijdens de week van duurzaamheid met zo veel mogelijk winkels en activiteiten bezoeken. Daarbij is het wel belangrijk dat je ondertussen even ontspant met bijvoorbeeld een lekker bakje duurzame koffie bij proeverij ontmoeting. Oh ja, die koffie is ook nog in de aanbieding. Kunnen we hier ook duurzaam winkelen? Jazeker, dat kan. Ja. En hoe gaan jullie ons duurzaam verrassen? Wij hebben een hele Veluwse lijn aan broden. En in de week van de duurzaamheid hebben we het eenkorn Veluwsbroodje voor €1,50. En dat wordt gemalen in de molen van Hulshorst. Er zijn natuurlijk nog veel meer duurzame activiteiten te beleven naast het duurzaam winkelen. Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar gasloze bomen? Kom dan eens kijken in deze voorbeeldwoning in de wijk van de toekomst, speciaal opgezet door de gemeente Ermelo en Uwolf. En hier in de theaterzaal van de Dialoog draait 12 oktober vanaf 7 uur de film Normal is Over. Een film over het verhaal achter klimaatverandering en milieuproblemen. Ontzettend interessant en een film die je zeker gezien moet hebben. Dit boek ga ik voorlezen de Julianenschool in de week van de duurzaamheid. Aanstaande woensdag. Deze week staat duurzaamheid in Ermelo centraal. Er zijn tal van activiteiten en evenementen. Doe ook mee en laat je duurzaam verrassen. Voor meer informatie over deze week van duurzaamheid, ga naar www.ermeloduurzamer.nl en bekijk de activiteiten.